Kunnen jullie mij horen? Ja! Nou, ik wel. Dan wil ik jullie wel even vragen of jullie heel stil willen zijn. Dan kan iedereen het goed verstaan. Welkom allemaal op deze warme truiendag. Hebben jullie een warme trui aan? Ja! Dat is heel goed. We zijn bij elkaar op de warme truiendag. En de warme truiendag houdt in dat wij een warme trui aantrekken omdat we de verwarming een graadje lager zetten. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het meel. Precies. Maar we hebben nog een feestje te vieren. En daarvoor hebben we een tweetal mensen hier uitgenodigd. We zijn heel blij dat ze hier zijn. Dat zijn meneer Van der Staaien, de wethouder van de gemeente Leidschendam-Voorburg. En dat zijn meneer Heynes van NUON. Wij hebben namelijk, je kunt ze vanuit hier niet zo goed zien, maar verderop wel, jullie kennen ze wel, heel mooie zonnepanelen gekregen. En daarom wil ik graag, daar komt dat geluid. Daarom wil ik graag nu het woord geven aan de wethouder, meneer Van der Staaien. Een warm applaus! Goedemorgen jongens en meisjes. Mijn naam is Peter Van der Staaien en ik ben wethouder in Leidschendam-Voorburg. En wij willen als bestuur van deze gemeente duurzame energie graag een plek geven in de samenleving. Nou is het zo dat een aantal jaren geleden, ongeveer 5 jaar, 6 jaar geleden, toen is er in Kyoto in Japan, door alle landen is er een afspraak gemaakt dat we minder energie gaan gebruiken. Minder energie omdat aardolie en aardgas opraken. En we moeten daar dus iets anders voor bedenken. En toen is er in Kyoto een verdrag gesloten. Ongeveer 100 landen hebben samen gezegd, Nederland was er ook bij, we gaan proberen 20% minder energie te gebruiken. En dat doen we door af en toe eens de verwarming wat lager te zetten, wat minder lampen aan te doen, dat kan je thuis ook doen, wat minder warm water te gebruiken. Dus zuinig zijn met energie en dat betekent ook af en toe een warme jas aantrekken en een trui, want dat helpt even goed tegen de kou. Maar dat is niet genoeg, want gas en aardolie, dat raakt een keer op. En daarom hebben we gezegd, laten we nou eens wat meer gebruik maken van de zon. En als je de zon gebruikt, dan is dat heel erg duurzaam. Want zonneschijn is er altijd, elke dag weer opnieuw. En dat kan je dus tot in lengte van dagen, generaties lang, kan je dat gebruiken. Nou, en dat is waar we vandaag hiervoor bij elkaar zijn. Om te laten zien hoe je die zon nou het beste kunt gebruiken om jezelf warm te maken, om energie te krijgen. En dat niet alleen vandaag, maar tot in lengte van dagen. Heel erg duurzaam dus, tot in de toekomst aan toe. Nou, en daarvoor zijn we vandaag hier bijeen. Dat doen we niet alleen, dat doen we ook met bedrijven die daarbij helpen, zoals NUON. Dat doet de gemeente die eraan werkt. En dat zijn ook heel veel jonge mensen zoals jullie, die dat moeten leren om dat soort energie te gebruiken. En nu hebben wij een aantal vragen. En die gaan we stellen en dan gaan we kijken of jullie die vragen kunnen beantwoorden. En dan wil ik u ook erbij uitnodigen. Je hebt alle tijd, het is geen wedstrijd. De kinderen die het goed hebben, mogen doorspelen. De kinderen die het niet goed hebben, mogen terug naar hun juf of hun meester op de plek waar jullie net stonden. En we gaan uiteindelijk kijken welke kinderen er overblijven die alle vragen goed hebben. Kijken hoeveel jullie weten. Nou, raakt zonne-energie ooit een keertje op? En dan is het antwoord, en dan ga je in het gele vak staan, dus blijf je staan waar je staat. Als je zegt nee, zonne-energie raakt nooit op. En het andere antwoord is, dan ga je in het groene vak staan, dan zeg je van ja, want als het donker is, dan werken de zonnepanelen niet en dan is de energie op. Wat vinden jullie? Twijfel, diep nadenken, maar ik kan zeggen, de Pierschool heeft het weer opnieuw goed. Het is zo dat zonne-energie raakt nooit op. Ja!
Jongens en meisjes, jongens en meisjes. Jongens en meisjes. De gemeente Leidschendam aan Voorburg en Nuon. Wij vinden het fantastisch zoals jullie dit spel gespeeld hebben. Jullie zijn super slim, alle vragen heel erg goed. En we hadden 3 prijzen. Maar als er zoveel kinderen zijn die het goed hebben, dan weten wij natuurlijk niet aan wie we die prijzen moeten geven. Dus wat we gaan doen, we geven de 3 prijzen aan de juffen en die gaan ze in de groepen straks verloten. En dan wordt er op een eerlijke manier iemand gevonden die ze krijgt. Maar ik kan je wel zeggen, we hadden 3 hele leuke prijsjes en jullie hebben dat met z'n allen heel erg hard verdiend. Dus gefeliciteerd. Jullie krijgen sowieso allemaal een kleine prijs, want jullie hebben het allemaal goed gedaan. En dat is heel leuk. Dat is dit lampje. En dan denk je, wat is het nou voor gek lampje? Maar dan moet je vanavond, als je in bed ligt, moet je maar eens even onder de deken doen. En dan druk je erop en dan komt er een heel klein paars lampje uit. En dan denk je nu, nou wat een gek lampje is dat. Maar probeer maar eens vanavond, dan zul je zien, het is een heel mooi van dat blacklight licht. Dus die krijgen jullie allemaal omdat jullie alle vragen goed hebben. Gefeliciteerd. Nou, jullie hebben het heel goed gedaan. 9 kinderen die meegaan met de wethouder om ook het paneel te openen en te onthullen.